Ik daag jou uit. Kan jij de video sneller liken dan dat de achtergrond blauw is? Let's go. Ik ben al gejoined, alleen het is al even begonnen. Dus we moeten heel snel zijn. Maar misschien gaat het alsnog wel lukken, want het onderwerp is wortel. En volgens mij is dat niet zo lastig. Maar dan maken we hier nog even een soort van streepjes om het wat meer textuur te geven. En ik weet niet of we dit gaan halen, maar een wortel, dat past natuurlijk perfect bij een konijn. Oh my gosh, ik heb nog minder dan een minuut. Ik kan zijn mond beter rood maken, want dan kunnen we nog van die konijnentandjes toevoegen. Op zich, ik vind het best wel schattig. En dan maken we er nog een hartje bij. Maar Bob mag het volgende onderwerp kiezen. Taco! Ik had het kunnen weten. Oh, dit is een schattige wortel. 2 sterren. Nee, weet je wat? 3 sterren. Dan schrijf ik hier ondertussen taco. Want dat is wat Bob wil dat we tekenen. Hé, daar hebben we die van ons. In minder dan een minuut best wel oké. Deze wortel kijkt een beetje verdrietig. Misschien is hij blij als we hem 3 sterren geven. En de winnaars zijn... We zijn eerste geworden. Allemaal door het konijn. Welke emote willen we erbij halen? Ik vind deze eigenlijk wel leuk. Oké, dus het onderwerp is taco. Het eerste wat ik ga tekenen is het bord waar de taco op ligt. Omdat ik denk dat een taco niet zo moeilijk is, wil ik wel een aantal details maken. Oké, het bord is af en dan zouden we hier dus de taco proberen te tekenen. Ik denk dat Bob dit beter kan dan ik, maar ik ga proberen het beste ervan te maken. Een paar stukjes tomaat of groente. Om eerlijk te zijn, dit ziet er best wel goed uit, al zeg ik het zelf. Dan gaan we hem denk ik wel eventjes omlijnen. Zoiets. En dan zetten we er even wat streepjes op in de hoop dat dat het een beetje afmaakt. Dit lijkt wel op een halve hamburger. Nou, dan maken we aan deze kant een mesje erbij zo. En dan ligt aan deze kant de vork. Oké, ik weet het niet. Dus voor de zekerheid schrijf ik er gewoon even taco bij. Hupsakee. Ik weet niet of die gelukt is. Oh, is dat een taco? Die wil ik opeten. Ik denk dat het gelukt is. Hier hebben we de eerste taco. 2 sterren. Ik denk niet dat dit een taco is. Hé, daar hebben we die van ons. Hier hebben we de volgende. Sorry. 1 ster. Lijkt eerder op een salade. Maar ja, mijn taco leek op een hamburger, dus ik mag eigenlijk niks zeggen. We zijn toch nog 2e geworden. Het volgende thema is school. En ik heb iets in mijn hoofd wat ik wil tekenen. Ik heb alleen geen idee of het gaat lukken. Oké, kijk, dit moet een noob voorstellen die een boek vast heeft. Maar ja, op zich, ik vind het er best wel op lijken. De vraag is alleen, vinden de andere spelers dat ook? Want dat is wel belangrijk, want die oordelen. Het is in ieder geval een schattige noob met zijn twinkle in de ogen. Dan maken we nog even wat snelle letters in het boek zo. Oeh, wacht, ik heb misschien wel een goed idee wie we als leraar kunnen tekenen. Jij kent het misschien al aan het groene shirt en zijn grote neus. Dit wordt namelijk Baldi. Okay, deze die geef ik geen twinkle in zijn ogen. Maar ik probeer hem alsnog wel heel schattig te maken. Volgens mij heeft Baldi een blauwe broek aan. Om eerlijk te zijn, ik vind het best wel goed gelukt. En dan maken we zo'n tekstballon. Want Baldi die stelt natuurlijk een vraag. 1 plus 1 is. En dan maken we hier een aantal vraagtekens. Alsof hij aan het nadenken is. Nou, op zich. Hier heeft iemand een school getekend. Dat is wel origineel. 3 sterren. Is dit een school? 1 ster, sorry. Hier heeft weer iemand een school getekend. Deze vind ik 2 sterren. Sorry, 1 ster. Ik wil niet streng zijn, maar ik moet het wel zijn, want andere spelers, die zijn het ook voor mij. Hé, daar hebben we die van ons. Reageer Baldi, als je nog steeds kijkt. En de winnaars zijn... Serieus, ik sta er niet eens tussen. Misschien moet ik Bob weer laten kiezen. Een monster! Vind je dat niet eng dan? Ik ben nergens bang voor. Oké, ik ben net een nieuwe gejoined. Alleen, de ronde die was al begonnen en het is watermeloen. Ik heb dat de vorige keer ook al eens gedaan. Maar omdat Bob monster zegt, ga ik hier een speciale watermeloen van maken. Er is namelijk iemand die de watermeloen wil opeten. Oh, ik hoop dat dit er goed gaat uitzien. Ik heb iets in mijn hoofd, maar misschien lijkt het nergens op. En dan volgens mij ziet het er zo uit. En dan met allemaal scherpe tanden. Dit moet een imposter voorstellen. En dan komt hier zo de tong. Oké, de watermeloen is gelukt, maar de imposter weet ik niet. Hier heeft iemand geschreven, ik win. Dat denk ik niet. Hé, daar hebben we onze imposter die de watermeloen wil eten. Dit is een watermeloen. 2 sterren. Deze is niet zo mooi ingekleurd. 1 ster. Deze geef ik 2 sterren. Misschien maken we nog wel een kans om te winnen. Serieus, ik heb gewoon overal van verloren. Het onderwerp, dat is een kip. Oké, wacht even. Iets in mij zegt dat ik deze serieus wel kan winnen. Aan de andere kant, ik ben nog zo'n iemand die zelfs geen kip kan tekenen. Nou, hier hebben we in ieder geval de snavel van de kip. Oké, tot nu toe vind ik het op zich wel een goede kip. Is dit een kip? Waarom lijkt dit meer op een eend? Wacht, heeft een kip niet zoiets op zijn hoofd of is dat een haan? Nou, dan tekenen we hier natuurlijk een eitje wat hij net heeft gelegd. En hier nog eentje. En hier een beetje gras erbij zo. Nou, op zich. Ik wil eigenlijk proberen een aantal babykippetjes erbij te tekenen. Maar ik weet even niet zeker of die geel zijn. Ik heb niet opgelet tijdens kiples. Wacht, volgens mij gaat dit er best wel op lijken. Nou ja, op zich. Dit lijkt er toch best wel op kuikentjes. Een paar wolkjes nog erbij zo. En dan een zonnetje om het mee af te sluiten. We hebben nog zoveel tijd. Misschien dat ik hier een boom kan tekenen. Ik bedoel, je moet het zo zien. Het zijn vaak de details die je net over de finish trekken. En ervoor zorgen dat je wint. Ik vind hem best wel leuk. Oké. Sorry, 1 ster. Echt waar, het liefst geef ik iedereen 5 sterren. Maar dan is het gewoon niet eerlijk. Oké, sorry. Oké, deze vind ik serieus wel nice. Deze geef ik 3 sterren. Hé, daar hebben we die van ons. Dit is wel mijn favoriete tekening van vandaag. Wat is dit? Dat is geen kip volgens mij. Oké, ik hoop serieus dat we in ieder geval hebben gewonnen.
Wij hebben verloren van die kip. Momentje, ik ga even in een hoekje huilen. Oh my gosh, dat meen je niet. Ik ben net gejoined en ik heb nog minder dan een minuut om iets te tekenen. Oké, we moeten een dolfijn tekenen. Oh my gosh. Waarom weet ik ineens niet hoe een dolfijn eruit ziet? Ken je dat? Dat als je gehaast iets moet doen, dat je gewoon een soort van in de war raakt. Dan maken we hier zo een aantal belletjes bij. Oh my gosh. We hebben echt nog amper de tijd. Nou ja, op zich. Misschien nog wat zeewier aan deze kant. We hebben dit in een halve minuut gedaan. Dit is een boom. Dit is geen dolfijn. Wat is dit? Dit lijkt wel op een hangmat. Nee. Hé, daar hebben we onze dolfijn. Bedenk een naam voor de dolfijn. In de reacties. Als we dit niet hebben gewonnen, ga ik serieus huilen. We hebben gewonnen. Oké, Bob, wat is je lievelingskleur? Taco. Taco is geen kleur. Taco. Nee, Bob, kleur als in blauw, groen. Oh, geel. Precies. Oké, je hebt misschien al een idee wat ons nu te doen staat. Wij moeten in één kleur tekenen. En dat kan nog wel eens een uitdaging worden. Want geel en het thema is cool. Weet je wat? Ik ga niet opgeven. Het zou op zich wel kunnen, toch? Dan hebben we hier zo'n oortjes zo. Ik heb dat echt altijd. Als ik heel snel iets moet tekenen, dan raak ik in paniek. En dan weet ik gewoon niet meer hoe het eruit moet zien. Maar misschien het belangrijkste zijn de vlekken. Misschien dat we het daarmee kunnen laten zien dat dit een koe moet voorstellen. Staartje erbij. En dan natuurlijk zelfs het gras. Dat moet geel zijn. Wacht, misschien kunnen we laten zien dat dit een koe is door er moe bij te typen. Dit is de slechtste koe ooit. Ik heb geprobeerd een neus te geven. En het lijkt een beetje op een varkensneusje. Oké, weet je wat? Misschien kan het toch nog erger. Sorry. Oké. Ik moet zeggen, dit is inderdaad wel een koe. Hey, daar hebben we onze koe. Of tenminste, iets geel. Kikker in je bil! Bob. Oké, dit is een koe. 2 sterren. Ik durf serieus niet eens te kijken. Oh, we zijn toch nog 3rd geworden. Oké, ik kies het volgende thema. Ik ben gegaan voor aardbei. Dus ik moet eerlijk zeggen, dit kan ik bijna niet verpesten, toch? Nou, geloof me, dat kan wel. Let maar op. Nee, ik ga serieus mijn best doen. En ik ga een soort van aardbeienfamilie maken. Dus dit is de baby aardbei hier. Dit is weer zo'n voorbeeld wat echt 2 kanten op kan. Deze keer heb ik alle aardbeien in 1 keer getekend. Normaal doe ik het om en om. Maar daar verlies je dan heel veel tijd mee. Oh my gosh, dit lijkt op tomaten. Nee, oké, valt mee. Nou, dan maken we een glimlachje erbij. Ik weet het niet hoor. Hebben aardbeien niet van die hele kleine gele pitjes? Oh my gosh. Het lijkt wel alsof al deze aardbeien puistjes hebben. Wat heb ik gedaan? Dit is niet mijn beste tekendag, dat kan ik je wel zeggen. Ik heb mijn best gedaan. Misschien dat ik nog wat wolkjes erbij maak om het mee af te sluiten. En weet je wat? Ik teken er wat regen bij. Want ik bedoel, groente en fruit wat moet groeien, dat heeft natuurlijk regenwater nodig. Oké, het is wel iets beter nu. Misschien kan ik het beter maken door ze armen en benen te geven. Lijken nu wel op dansende aardbeien. Ah, ik vind ze wel leuk. Ik weet niet wat voor aardbei dit is, maar nee. Hey, daar hebben we de aardbeienfamilie. Dit is een mini aardbei. Dat is een mini sterwaard. Wat is het toch met aardbeien in allerlei kleuren? Dit lijkt eerder op een cupcake. Dit is echt een mega aardbei. Het lijkt wel een luchtballon. Toch 2 sterren. Volgens mij weten sommige mensen niet wat een aardbei is. Oké, ik wil in ieder geval met een win kunnen afsluiten. En dat kan. Let's go. Snor. Oké, wacht. Dan ga ik eerst een neus tekenen. Ik bedoel alleen een snor. Dat hebben we in 2 seconden gedaan. Kijk, dit hier is een neus. Gaan we snortjes tekenen. En laten we dan ook even een oog tekenen. Weet je wat? 2 ogen. Ik ben echt heel benieuwd hoe andere mensen dit gaan doen. Ik denk dat de meeste mensen letterlijk een snor tekenen en voor de rest niks. Dus ik hoop dat ik er hiermee een beetje uitspring. Oké, ik vind het een beetje eng. En dan nu de mega grote snor. Abonneer voor meer en adios.